Wij gaan als D66 het land in. We gaan naar allerlei plaatsen in het land. Daar gaan we spreken over de plannen die D66 heeft met onderwijs. De plannen die D66 überhaupt voor dit land heeft. En we gaan luisteren naar mensen en we zullen werkbezoeken afleggen. We zullen scholen bezoeken, we zullen bedrijven bezoeken. En daar ons verhaal vertellen en luisteren naar wat mensen bij kunnen dragen aan ons verhaal. We gaan ons eigen verhaal vertellen. We gaan dus ook elke keer samen het land in. Maar daarna is er ook de ruimte om ons vragen te stellen en om ervaringen te delen. En een deel van de dag die we op een plek zijn, zal ook besteed worden om bijvoorbeeld ook met andere Kamerleden werkbezoeken af te leggen en ook echt te kijken hoe het in de praktijk werkt. In de Kamer, ik merk dat na alle jaren, is het toch een wereldje van rapporten en van het nieuws van de dag. Wij willen gewoon ter plekke horen, wat gebeurt hier, wat kan hier beter? Uiteindelijk willen we dat predicaat onderwijspartij verstevigen, actualiseren. Met Paul hebben we iemand die de praktijk natuurlijk in huis heeft gebracht hier in de Kamer met zijn decennia lange ervaring. Maar je ziet dat er natuurlijk nieuwe ontwikkelingen zijn. Hoe gaan we met de iPad-scholen om? Hoe gaan we om met het feit dat studenten ook veel internationaler kijken? Hoe gaan we om met degenen die uitvallen? Hoe gaan we om met degenen die juist excelleren? En uiteindelijk moet het hier leiden tot nog meer onderbouwing van onze plannen en ook een hele duidelijke claim, ook financieel, bij het kabinet. Ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt aan kansen voor kinderen, kansen voor jongeren en daarmee kansen voor ons land. Dat verhaal over die kansen, dat wil ik onder de aandacht brengen. Hier in de Kamer, maar natuurlijk ook onder de aandacht van iedereen die dat maar horen wil. Dat is ontzettend belangrijk, maar kansen komen niet zomaar. Kansen komen voort uit ruimte en vertrouwen wat wij geven aan de mensen die voor de klas staan. Natuurlijk ook uit geld. Geld is belangrijk. Je moet eigenlijk als samenleving willen kiezen voor de kansen voor de toekomst. En als we dat niet doen en dit kabinet doet dat niet, dan verschraalt het onderwijs. Dat zien we om ons heen. Wij willen een tegengeluid laten horen. Wij willen laten zien dat het beter kan. Ruimte, vertrouwen, kansen, geld. Waar je wieg heeft gestaan, dat bepaal je niet. Maar de kansen die je in het leven krijgt, beginnen met goed onderwijs. Dat is op de lagere school, dat is in je vervolgopleiding, of dat nou hoger onderwijs is of VMBO. Op dit moment zie je dat in het hele onderwijs er ideeën tekort zijn om kansen te creëren. En daar wil D66 bij deze onderwijstour op inzetten.